Ja, en we hebben een nieuwe leider in het tussenklassement. Dat Frank van Rullen heeft, ondanks de strubbelingen op in de S2 daarna een hele mooie puikermarathon gereden. Heeft een totaal van 82,09 strafpunten. Met daarmee derde in de marathon te doen. Maar het is daar wel naar de achterrijding, want het is inderdaad zo gegaan. Dat is natuurlijk.